Goedemorgen allemaal. Ja, het is een beetje een rare ochtend. Het is voorleesontbijt. En normaal gesproken komen alle kinderen in de stal om te luisteren naar het verhaal. En dan gaan we daarna met elkaar ontbijten. En dat kan natuurlijk nu niet. En daarom hebben we gewoon het paard Rian uitgenodigd. En de hond Senna ligt lekker in het stro. En Noah, die kennen jullie waarschijnlijk wel. En die gaat nu het boekje voorlezen. Nou, ze houdt het even op. Coco kan het. Nou, we gaan luisteren. Vandaag is een grote dag, zegt mama. Kijk, alle kleine vogeltjes gaan voor het eerst vliegen. Maar Coco, je kunt het! Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog! Ze drukt haar vleugeltjes plat op haar rug en trippelt snel terug naar haar nest. Ik durf niet, denkt Coco. Maar ik ben een vogel en alle vogels vliegen. Zie je Coco in het nestje? En als het lukt, dan kan ik samen met mijn vriendjes mooie vormen vliegen. Dat lijkt me leuk. Zien alle vriendjes vliegen? Maar Coco zit nog in het nest. Maar als het niet lukt, dan val ik heel hard op de grond. En als ik vlieg, kan ik eindelijk doen wat ik zelf wil. Maar als het niet lukt, het is heel gevaarlijk daar beneden. Mama, ik blijf gewoon bij jou. Ik kan het niet. Natuurlijk kun jij het ook, Coco. Je hoeft alleen maar je vleugels af te slaan. De rest gaat vanzelf. Probeer het maar. Nee, mama. Ik kan het echt niet, piept Coco. Ik weet zeker dat je het wel kunt, liefschat. Ik zal je helpen. Hupsakee! Goed fladderen met je vogels! Vleugels, ah! Daar gaat Coco. Help, mama! Flap, 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 flap. Coco, hoi. Gaat hij allemaal hoi zeggen tegen alle vogeltjes? De hele dag doet Coco niets anders dan vliegen. Ze vliegt zelfs naar het topje van de allerhoogste boom. Kan. Doe je voorzichtig, Coco, roept mama. En pas op voor die. Boom! Daar was een boom. Lieve Coco, fluistert mama. Nu zijn je vleugels moe. Maar wat kun jij goed vliegen? Ga maar lekker slapen. Morgen is het weer een dag. Gaat Coco slapen in zijn nestje. Na heel veel te hebben gevlogen. Joehoe! Daar zie je Coco nog vliegen.
Coco kan het. Nou, dat was een anders dan anders voorleesontbijt. Maar ik vond het heel erg mooi. En ik vind dat de dieren allemaal heel erg gezellig waren met luisteren. Oh, Coco. Coco valt op de grond. Nou, Noah heeft hem gelukkig weer vast. We hopen dat jullie nog heel veel leuke Coco dingen gaan doen. Ik heb gehoord dat er allemaal plannetjes zijn voor Coco activiteiten. Wij gaan hier lekker ontbijten met de dieren. En volgend jaar zijn we gewoon weer echt hier in de stal. Dag allemaal!